Ready to beat malaria is het thema van Wereld Dag dit jaar. Wereldwijd wordt vandaag stilgestaan bij deze dag. In de kustvlakte en in Paramaribo is deze ziekte helemaal uitgeroeid. Suriname loopt echter nog steeds gevaar van besmette personen die vanuit het buitenland naar ons land komen. Volgens Helena Hiewat, coördinator van het malaria programma, moet de import malaria de kop worden ingedrukt. Hij wat zegt dat sinds 1968 er bijna geen gevallen meer van malaria in ons land zijn geregistreerd. Er is vaker malaria geconstateerd bij goudzoekers die regelmatig reizen tussen Suriname en Frans-Guyana, zegt de coördinator. Dan komen de mensen naar ons toe wanneer ze klachten hebben als koorts, pijn, rillingen en dergelijke. Uh, wat er dan gebeurt is dat we een sneltest uitvoeren. Uh, dat wil zeggen dat ze een vingerprik moeten uh, afstaan, dus een beetje bloed. En dat wordt uh, getest ter plaatse. En als die test positief is en dan worden ze ook ter plaatse behandeld. Alles is gratis, um, maar tegelijkertijd maken we ook een controle microscoop uh, slide zeg maar uh, en dan wordt achteraf gecheckt of de uitslag van de sneltest correct is geweest. Wat we als land doen is voornamelijk uh, de screening van malaria in de grensgebieden. Uh, en omdat malaria voornamelijk uit frans komt door middel van de goudmijners die heen en weer reizen tussen frans en Suriname, hebben we langs de grens, uh, langs de Marowijne-rivier, een aantal screeningposten voor malaria. En we hebben ook mensen die actief zijn in de goudmijngebieden om aan preventie en bestrijding te doen. Suriname heeft in 2010 en 2016 de Malaria Champion Award gewonnen. Deze award wordt uitgereikt aan landen die malaria effectief hebben bestreden. Het afgelopen jaar zijn er 40 gevallen van malaria genoteerd. En dat is een behoorlijke daling. Dat betekent echter niet dat de ziekte compleet is uitgeroeid. Daarom wordt er een eliminatieproject uitgevoerd om Suriname in 2020 volledig malariavrij te hebben, zegt Hiwat. Malaria kwam al die tijd nog voor in het binnenland, met name in de dorpsgemeenschappen. Maar daar is de malaria al sinds ongeveer 2005, 2006 bijna volledig uitgeroeid. Um, in de goudmijngebieden komen nog incidentele cases voor. Dat zijn de 40 cases die we dan vorig jaar hebben gehad. Die kwamen voornamelijk uit het grensgebied, met een enkele case uit het stuwmeergebied en uh, uh, West-Suriname. Ja. En de belangrijkste methoden voor preventie en bestrijding zijn uh, vooral actief zijn met de risicogroep, dus met de goudmijnpopulatie. En preventie door middel van klamboes, maar ook door middel van het actief op zoek gaan naar malaria cases. Uh, en bestrijding door middel van zo snel mogelijk de mensen opsporen die binnenkomen met malaria. En voorkomen dat er opnieuw outbreaks van malaria ontstaan door die mensen die binnenkomen met de parasieten. Helene Hivat, coördinator van het Malaria-programma van het ministerie van Volksgezondheid. Wij spraken haar vanmorgen in verband met Wereld Dag.